het jou niet om in het Nederlands te spreken met je moeder? Nee, dat zou heel gek zijn. Ik heb het ook nog nooit geprobeerd. En ook al waar ik ben, het is meteen automatisch gaat het meteen in het Fries. Nee, je hebt hetzelfde, denk ik, hè, Lex, of niet? Ja, absoluut. Ik vind het heel moeilijk als mijn ouders dan naar Amsterdam komen, waar ik woon, en dan met andere vrienden erbij. Dan dat dan een beetje, ja, een beetje, dat snap ik wel. Ja, nee, dat heb ik ook. Het is altijd, maar dat gaat automatisch. Daar denk je ook niet meer over na. En het feit dat je nu hier woont, is dat omdat het nodig is voor je carrière? Of zou je liever... Daar. Nou, destijds, ik woon hier denk ik nu 10, 11 jaar. En dat was inderdaad destijds wel echt voor mijn carrière, om me verder door te ontwikkelen. En ik hou echt ook van Amsterdam, zeg, mijn stad. En ik heb heel veel aan deze stad ook te danken. Maar ik merk wel steeds meer ook wel dat ik het gewoon heel erg fijn vind om af en toe weer terug te gaan. Maar Tim, de vriendinnetjes haal je altijd uit Friesland, toch? Mijn nieuwe vriendinnetje is ook Fries. Ja, hoe komt dat? Dat is ook iets geks, toch? Dat je daar toch weer terugkomt. Nou ja, ik denk ook wel dat het een beetje misschien wel synchroon loopt met je eigen ontwikkeling. Dat je dan toch op een gegeven moment denkt... En het is echt mijn jeugdliefde. Ik was op mijn 16 al heel erg... Ja. Jongen. Ja, wat een geluksvogel, hoor. Ja. Ja. Hoe ik heet was 16, hoe Elske. Heet Elske. En ik was echt, toen ik 16 was, al heel erg verliefd op haar. Toen was ik ook altijd heel erg zenuwachtig als ze dan in dezelfde bus zou stappen. Maar toen had ze een vriendje, dus ik heb 15 jaar lang moeten wachten. En gelukkig, ineens kwam ik haar weer tegen en was het eigenlijk meteen weer raak. Ja? Grappig. Heb je er verleid met je muziek of niet? Ja, nou, het was wel heel grappig hoe het ook ontstaan is. Want zij was bij mij thuis en we hadden het over Friesland. En zij is ook echt wel een trotse Friesin. En toen hadden we een liedje over Friesland. En zij was eigenlijk in een andere kamer. En ineens zat ik over na te denken. Ineens had ik het refreintje en hoorde ik echt vanuit de andere kamer... Ja, dat is het. Je moet het opnemen. Ja. Dus het is ook wel een beetje wel ons liedje geworden. Je muze ook misschien. Ja, wel een beetje. En is het ook... Ja, dat klinkt misschien raar, maar het feit dat zij uit Friesland komt... als je kinderen krijgt... is het belangrijk om met een Friese vrouw te zijn... om de taal ook dan door te geven? Nou ja, goed, het gaat vooral om liefde, laat ik het zo zeggen. Het is niet zo dat ik nadenk over dat dit moet de vrouw zijn omdat ze Fries is, omdat het Friese taal is. Maar we hebben het er wel eens over gehad. Ik denk wel dat we onze kinderen dan wel ook wel Friestalig zullen opvoeden. Zeker. Ja, dus je moeder is ook blij, neem ik aan. Die is heel blij, die is heel grutsk, zeggen ze dan. Grutsk. Ja.